kan gooien, et cetera. Wow, een Glock 18 Weasel. Ja, maar dit is vreemd, want hij is wel fucking gruwelijk. Maar wezels staan niet echt bekend om hun heldhaftigheid. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe Counter-Strike Global Offensive case opening. Ik heb hier een hele mooie rits aan sleuteltjes. Deze sleuteltjes zijn mooi. Deze sleuteltjes zullen voor mij vandaag heel wat doeks opleveren. Want het is natuurlijk een gouden business. En we willen natuurlijk de hotline bling hebben. Ik heb hier 10 Wildfire case keys, 10 Gamma case keys, 10 Gamma 2 case keys. Er zijn inmiddels 2 Gamma soorten, dus dan zeg ik, hey, dat zeg ik, Gamma. Laten we gewoon even een paar Gamma cases openen. Ik zal wel eventjes demonstreren wat er in de Gamma 2 case zit. Wij hebben hier hele mooie itempiece. Een AK Neon Revolution. Een FAMAS Roll Cage. En Rare Special Items. Allemaal mooie kekke dingetjes die we allemaal willen hebben. Willen ze allemaal. U kunt bijna zeggen, noem het Counter-Strike Go, gotta catch them all. Dat is enigszins een woordgeintje. De roller is aan het lopen. En er komt uit. Op dat moment wilde ik op mijn bureau slaan, want er komt weer blauwe meuk uit. Blauwe meuk is nou weer net niet hetgene wat wij willen. Oké, dan hebben we hier Operation Wildfire Case. Met natuurlijk de AK Fuel Injector, de M4 Battlestar en natuurlijk de befaamde Bowie Knife. Is wel iets gaafs wat wij zouden willen hebben. We hebben op de knop gedrukt, we zien leuke dingetjes voorbij komen. En uiteindelijk eindigt hij op iets wat niet leuk is. Dat is treurig. Dit is echt een Battlescar meukje. What the fuck is dit? Battlescar niet de doeks waard. Oké, dan hebben we hier nog de Gamma case. De oorspronkelijke Gamma case waar het oorspronkelijk allemaal begon. Met natuurlijk de Rare Special Item, de M4, Mecha Industries en natuurlijk de Glock. Wasteland Rebel, die wij graag zouden willen hebben. De Desolate Space M4 hebben wij daarentegen al, dus dat is Gucci. We drukken op de knop om te kijken waar de roller ons brengt. Eén paars ging voorbij. Een tweede paars gaat voorbij. En we krijgen weer zo'n meukblauwe. Zo'n tyfusblauwe. Zo'n blauwe die wij nooit gaan gebruiken. En dat is heel erg jammer. Maar daarentegen, we gaan gewoon verder met de Wildfire cases. Dan weer Gamma en dan weer Gamma 2. En zo werken we dat helemaal af. Totdat uiteindelijk ons portemonneetje gewoon leeg is. En dan moet ik weer 500 video's maken. 300 midrolls erin gooien. Om uiteindelijk weer één case opening te kunnen doen. Klik, klik, boom. Shots fired. Of tenminste, hoe je het wil zien. We hebben hier een P90 chopper. Ziet er geinig uit. Dus ja, vlammetjes. Geinig. Gamma 2 case. Wat breng jij in het laaitje? Een Scumbria. Die vier woordjes. Die scum. Dat bevalt mij niet. Dat is een Engelse vertaling voor misbaksel. Ik denk dat dat de juiste term is. Wat wij hier zoeken. Want die 5-7. Hey, gooi met knijpers. We hebben een Nova Hyperbeast. Waar zijn mijn partypoppers? Dat is een Pringlesbus. Dat is jammer. Wacht eens even. Greenscreen, wacht. Oké, sorry. Flauw. Ja, je moet toch iets met iets een video vullen, want zelf ben ik niet grappig genoeg. Dus dan pakken we Pringlesbusjes erbij om uiteindelijk grappig te zijn. We krijgen een Tech 9 Ice Cap. Is this Gucci? Is this mucho Gucci? Een Gamma 2 case. Ik heb nog geen rode gezien. Geen rode. Gingers do have souls. Ik weet niet, dat kwam opeens in mijn hoofd. Sommige dingen had ik... ja. Dus. Een Negev Dazzle. Er is één Dazzle in mijn hoofd. En dat is de Dota 2 Dazzle. En dat is zo'n roze mannetje. En die komt dan echt aan. En dan kan hij echt healen en shit. En dan komt hij aan. Dazzle! En ja, dat is gewoon mijn enige Dazzle ervaring die ik heb. De Tech 9 Yambia. Een teleurstelling van de mensheid, zouden we kunnen zeggen. Ja. Ieder zo zijn eigen mening daarover. Gamma case. Let's go. Dat zeg ik. Nova. Ik zweer, dit spel heeft iets tegen mij. Dat gewoon erkent van... Hé man, jij gebruikt nooit die shotguns. En dan gaan we jou gewoon altijd die shotguns geven. Is niet iets wat ik wil. Ik speel nooit met een AK. Omgekeerde spiegologie. Zelfreflecterend. Bars. Weer die Scumbria. Het is toch... Dat is niet genieten. Ik heb er straks de kracht niet meer voor.
Laat Gerard Joling eventjes de kamer binnenkomen, want ik heb er de kracht niet voor. Een UMP briefing. Kijk, die ziet er geinig uit. Een beetje rood, een beetje blauw, voornamelijk grijs. Nou, is prima, is prima. We openen een wildfire case in de hoop dat wij natuurlijk de fuel injector of de Battlestar kunnen pakken. Wederom een Jambia, wederom de teleurstelling in de mensheid. Sorry, jongens. Sorry. Maar ik heb geen macht hierover. Zullen we het afsnijden routertje weer gebruiken? Druk op de use key, we drukken gelijk op inventory en we krijgen hier gewoon weer tyfusmeuk. Dat is wat we krijgen. Nou, dat is jammer. U kunt zeggen dat is jammer. Maar ja, zo zien we maar weer. We moeten nu gewoon weer. Ik heb een soort patroon ontwikkeld. Of patroon herkend in mijn afleveringen. Volgens mij in aflevering 9 had ik een knife. Volgens mij in aflevering 19 had ik een knife. Dus dat betekent, we zitten nu op wat? 22? Dat betekent dat we minimaal nog deze inclusief nog 5 andere moeten, 4 andere moeten doen. Zodat we uiteindelijk op de 29 komen. Dan unpacken we, unboxen we, uncasen we. Casey, hey Casey geintjes, timelapsies. Dan krijgen we weer een knife. Dan hebben we het weer naar ons zin. Dan is het weer een feestje. En dan moeten we weer 10 afleveringen wachten. Totdat het uiteindelijk weer zover is. Kijk, dan heb je 3 van die CZ, 4 van die CZ's naast elkaar staan, hè. En welke krijg ik nou? Die ene die niet met die fucking stat track zit. Kut, kut, ik gooi mijn knijper weg. Kan je misschien vragen, waarom heb je een knijper op je kamer? Shimpies. Niet geheel het meest comfortabel om onder de tafel te kruipen. Maar gelukkig ben ik nog lenig. En heb ik nog het lichaam van een jonge god. Dus. Een stat track AWP Phobos. Well, look at me go, motherfuckers. Is dit geld waard? We gaan eens even koenkeloeren of het geld waard is. Oh shit, what up? Het is bijna 15 euro waard. Nou, wat een feest. Even kijken, we hebben nog 3 Wildfire Case Keys, 3 Gamma Case Keys en 4 Gamma 2 Case Keys. Dus dan drukken we een Gamma 2 Case Key aan om weer eventjes in balans te blijven. En dan krijgen we uiteindelijk een SG-553 Triarch. Dat doet me denken aan dat ene Call of Duty meukje, ook al is dat Treyarch. Maar hey, referenties, woordspelingen, 2 fucking Deagles die voor mijn neus langs gingen. Come on, man. Ik wil die stat track Glock 18 Royal Legion. Ook al had ik die al. Ik wil er nog één, want die zijn de kaarten waard. Man, 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 man. Blauwe meuk. Maar, hey. Look on the bright side. Met de blauwe meuk kunnen wij natuurlijk ook weer een trade-up doen. Wat uiteindelijk mij tot de 10 minuten van deze video kan leiden. Zodat ik uiteindelijk weer mid-rolls kan gooien, et cetera. Wow, een Glock 18 Weasel. Ja, maar dit is vreemd, want hij is wel fucking gruwelijk. Maar wezels staan niet echt bekend om hun heldhaftigheid. Tenminste, van de tekenfilms die ik vroeger heb gezien. En hij is maar 2,5, 3 euro'tjes waard. Geinig. Oké, okay. We blijven in balans. Dit is de ene laatste Wildfire Case Key. Ja, je jaagt er snel doorheen. Je jaagt er snel doorheen. En zelfs de Nova Hyper Beast wordt niet gegund. Het is ongelooflijk. Wiens pik moet ik zuigen om uiteindelijk mooie pixeltjes op mijn beeldscherm te krijgen? Ik ben er niet toe bereid om piemels in mijn mond te hebben. Dat wil ik eventjes duidelijk hebben voordat er straks rare geruchten rondgaan in roddelbladen, et cetera. Don zuigt pik voor pixels. Pixels. Je kan er een beetje mee spelen, is geinig. Wederom een 5-7 Scumbria. Ja, verwissel maar snel van onderwerp, hè. Sorry. De laatste Wildfire Case Key. En dan klikken wij in de hoop dat wij een shotgun krijgen. Of zo'n andere tyfusmeukje. Ongelooflijk. Weet je wat daar zojuist doorheen ging? Fucking sowieso 25 euro. Dat is wat daar doorheen ging. Wat hebben we ervoor terug? Geen idee, ik heb het nog niet opgeteld. Komen we uiteindelijk wel op. Dit is in ieder geval de laatste Gamma Case Key. En we krijgen de Peter 50 Ironclad. Ik ben elke keer aanwezig. Kijk mij aanwezig zijn. Irritante hond. Oké, de laatste Gamma 2 Case Key. Ik kan speeches houden alom. Gaan we niet doen. We wachten het resultaat af. Een shotgun slipstream.
Shotguns staan niet bekend om hun slipstream. Aerodynamica, what the fuck, jongens. Oké, dit is het meukje wat we hebben gekregen. We hebben 30 kisten hebben wij omgetoverd tot spulletjes. Ik spot 5 paarse, 1 roze, rest is blauw. Tyfus. Oké. Wat we daarmee kunnen doen is natuurlijk trade-upjes. En dit trade-upje zal uiteindelijk leiden tot een Famas Valance. Hey, hippie. Ja, die is niet zo mooi. We pakken er nog één. De briefing gaat er gewoon in, want brandweer, meneer, mogen wij niet weggeven. De Scumbria's moeten er sowieso in. De Jambia's moeten er sowieso in. En natuurlijk de Ironclads. Want dat zijn allemaal teleurstellingen. We geven een krulletje alsof we een meester op een school zijn. Ja, verneukte ik het. Hier, neem nog een krulletje. En uiteindelijk krijgen we een Sword of Limelight. Yippie. Wil ik niet. Hoeveel blauwe heb ik nog? Ik heb nog steeds genoeg blauwe. I'll be damned. Gooi het er allemaal maar in. Want blauw equals paars. En paars equals roze. En uiteindelijk... Zgucci. Een 5-7 Triumvirate. Nou, joh. Ik zou er mijn bed niet voor willen uitkomen, al wist ik wat voor resultaat dit allemaal was. Gaan we. Dit moet toch iets moois worden. Er moet gewoon iets leuks uitkomen. Een P2000 Imperial Dragon. Nou, ik heb wel eens leukere dingen gezien. Daarnaast hebben wij ook nog genoeg grijze voordat wij gaan kijken wat die Imperial Dragon uiteindelijk waard is. Genoeg grijze om een feestje mee te vieren. Van het grijze maken we natuurlijk lichtblauw. Een Nova Cage Steel. En van die lichtblauw kunnen we uiteindelijk weer blauw maken. Kijk, daar heb ik hier ook weer een hele zoot van. Gooi het er allemaal maar in. Mocht jij zo'n kek mannetje zijn en je skinnetje heeft gedoneerd, dankjewel. Je ziet waar het voor gebruikt wordt om een video van te maken. Zodat we het uiteindelijk gewoon fucking in de blender kunnen gooien. Zodat wij uiteindelijk een mooi blauw candy appeltje kunnen pakken. Die wel factory nieuw is daarentegen. Daarom ziet hij er best wel gaaf uit. We gaan kijken hoeveel de Imperial Dragon waard is. 1,87. Dat kan als treurig worden ervaren. Ik weet niet, ik kan er niet meer van maken. Ik heb mijn paarse opgewerkt. Ik heb mijn blauwe opgewerkt. Ik heb mijn stat-trackjes opgewerkt. Ik heb hier nog een hele rits aan roze. Maar deze zijn oeren veel geld waard. Dus daar wil ik eigenlijk liever niet aan zitten. Kijk, bijvoorbeeld zo'n tweede conspiracy. Een executioner. Dat kan al uiteindelijk allemaal de deur uit. En dus ook die Imperial Dragon en Nova Hyper Beast. Maar kijk, dan laat ik je wel even zien, hè. Tot hoe ver die lijst komt. En de rest wil ik eigenlijk niet komen. Dat is gewoon veel geld waard. Ja, dan moet ik nog 6 spots hebben. Spittig veel. Laten we dat maar gewoon niet doen. Dus bij deze houdt het op. Ik wijs nog eventjes naar boven toe. Want dan zie je mijn websiteje staan. Dan kan je natuurlijk eventjes kekke knuffels, shirtjes. En er komen nog heel veel meer leuke productjes aan. Dus ik zou zeggen, hou het gewoon een keer in de gaten. En dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Dan maak je mij blij mee. Waar je me ook mee blij maakt, is een like op deze video te gooien. Voor de rest wil ik je gewoon bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Counter-Strike Global Offensive video. Doei doei! Yes we can! I did not have a sexual relationship with that woman. Dan vraag ik me af van wie die quotes waren. Dat waren 2 presidenten. Het is weer genieten met de frontside mist u. Hij is weer eens aanwezig.